In deze fase worden de oefeningen statisch uitgevoerd. Het doel van de oefeningen is om pijn te verminderen en de eerste belasting op de peesstructuur te zetten. Je hebt van je therapeut de oefening meegekregen om de hamstring statisch te belasten. Daarvoor kan je gewoon op de grond komen liggen. Het is wel fijn als je iets van een yogamatje bij de hand hebt. Je komt plat op de grond liggen, waarbij de voeten goed gesteund zijn en je zorgt dat je wervelkolom in een rechte lijn is. Vervolgens kom je door de billen aan te spannen omhoog en je zorgt dat je een rechte lijn maakt. Deze positie die hou je vast zolang de therapeut heeft aangegeven. Je komt plat liggen op de rug met de voeten plat gesteund en je zorgt ervoor dat je wervelkolom in een mooie rechte lijn is. Vervolgens kom je omhoog door de billen aan te spannen en deze positie hou je het aantal aangegeven seconden vast wat je therapeut adviseert. De oefening mag geen pijn doen. Je verwacht zelfs dat de oefening voor minder klachten zorgt. En hou vervolgens echt het aantal aangegeven seconden aan wat je therapeut adviseert. Bij het uitvoeren van de brug wil je wel voorkomen dat je niet de rug te hol trekt. Dus voorkom dat je helemaal hol trekt op het moment dat je omhoog komt. Maar zorg ervoor dat je goed aanzet vanuit de bil en met een rechte rug omhoog komt.